Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video wil ik jullie weer een nieuwe Bitcoin / crypto update geven. Bitcoin zit al een hele tijd in een range vast. Ongeveer begin december zijn we daar ingekomen en het is nu begin januari en we zitten er nog steeds in. Ondanks dat dat misschien een beetje saai lijkt, gebeurt er dat betreft toch nog wel genoeg. En zijn er momenteel toch al een aantal signalen die verschillende scenario's kunnen schetsen. Die duiden op dat er wel een grote move aan zit te komen. Of dat omhoog is of omlaag, blijft natuurlijk nogal even onzeker. Maar ik denk dat het wel heel interessant is om er even naar te kijken. Laten we dus snel beginnen. Starten met Bitcoin op de weekcandles. Gewoon om nog even te kijken in wat voor trend we zitten, is altijd belangrijk om dat op de hogere tijdframes te doen, want hoe hoger tijdframe, der meer conformatie er is. Nou, wat we zien is natuurlijk heel duidelijk een uptrend hier. Je ziet dat we wel op een punt zijn dat het wat spannender wordt of we dit in stand gaan houden. Dus hier ergens omhoog gaan of dat we hier doorheen gaan. En dan zou je in eerste instantie deze vorige higher low breken en dan kom je al snel hier terecht. Dat wil je in elk geval niet. Kort nog op de hoge tijd zijn. Wat gebeurt als je dit breekt? Nou, dan kom je hier nog uit. Dan kan je hier deze support nog houden en uiteindelijk alsnog weer een nieuwe trend maken. Maar ja, je begint dan gewoon met dit helemaal opnieuw. En dat is gewoon een teken van zwak. Gaan we naar de dag. Dan zie je natuurlijk in eerste instantie dit verhaal iets gedetailleerder. Maar ik wil het nu verder gaan hebben over de range waar we nu toch al sinds begin december in terechtgekomen zijn. En die toch wel langzamerhand wat spanning begint te krijgen. En spanning duidt er altijd op dat er een grote move aankomt. En is dat omhoog? Is dat omlaag? Nou, dat is altijd lastig, die garantie heb je niet. De enige garantie hebt dat je, wat je wel hebt, is dat de kans vrij groot is dat je hier met flink wat kracht of omhoog uitbreekt of omlaag. Als je dan kijkt wat er is gebeurd, daarvoor ga ik nog even één timeframe lager naar de 4 uur. Kunnen we het iets makkelijker zien. Dat is natuurlijk, je kwam hier in de range, heb hier je range high neergezet. Ik zal er gewoon even een lijn neerzetten, is misschien iets makkelijker te zien. Hier ongeveer. Vervolgens ben je in een downtrend gekomen binnen de range. Dan is dit als het ware je support, de onderzijde. Verschillende contactpunten mee. Vervolgens ben je natuurlijk vanaf dit punt, ik kan er voor het gemak even een trendlijn inzetten voor het iets duidelijkere inzicht. Ben je natuurlijk hier binnen je range een trend omhoog gaan maken. Deze resistance, de bovenzijde van de range, werd resistance. En na twee pogingen ben je daar toch wel fors gereject omlaag. En de laatste dagen sinds het eind van het jaar zit je hier eigenlijk vast. En is de bewegingsruimte vrij beperkt. Als we dan hier kijken, dan zou je... Even kijken, dan pakken we eventjes dit erbij. Dan heb je natuurlijk hier binnen de range een soort van nieuwe range gevormd. Of in ieder geval, de ligt hier gewoon druk. De ligt hier, en dat kunnen we ook op een heatmap kunnen we dat zien. De ligt hier een celwall aan orders. En die zorgt er gewoon voor dat de prijs op dit moment hier niet doorheen komt. En naar verschillende pogingen, eigenlijk hier natuurlijk al geprobeerd support te houden, verloor en vervolgens werd dat resistance nu meerdere keren en zie je eigenlijk ook een omrolling, een nog kleinere mini downtrend ontstaan richting de supportzijde. En ja, deze compressie die nu ontstaat, die toch wel omlaag is, wat dus in dit geval betekent dat je toppen lager worden, je maakt continu nieuwe lower highs, je houdt je bodem wel, nou, dat is een teken van compressie. Kijken we dan wat dat vaak betekent, dan breekt dat iets vaker uit naar beneden dan omhoog. Maar goed, dan zou je meer richting patroontreden gaan en persoonlijk ben ik daar niet super fan van. Maar het is wel duidelijk dat de compressie dus neergaand is. Wat moet je dan
doen. Nou ja, dit is net geen 48k, maar psychologisch zou je kunnen zeggen dat als je dit gebiedje gaint, dus hier boven komt en het liefst dus met een 4 candle open en close van de candle hierboven zit, dan acht ik de kans redelijk groot dat je zoiets gaat zien richting de bovenzijde van de range en dan ofwel daardoorheen gaat breken of weer de reject. Misschien nog een keer dit een aantal keer terugtest of zo en dan eruit. Gebeurt dat niet en daar lijkt het momenteel langzamerhand wel op, die druk is omlaag, ja, dan is er natuurlijk een grote kans dat je dit breekt. Dat je hieruit ontsnapt naar beneden en ja, wat ligt er dan? Dan liggen er verschillende scenario's open. Het meest voor de hand liggende scenario is natuurlijk ongeveer ja, dit 41, 40, 42k. Ongeveer deze zone hier waar je met de wick natuurlijk al een keer geweest bent. Is een scenario wat we wel eens vaker gezien hebben dan natuurlijk hier in dit geval. Mij zo'n beetje is natuurlijk ook hier een wick. Vervolgens ben je daar net iets onder gekomen, net de liquiditeit weer hier onderweg gehaald. Daarna nog één keer teruggetest en daarna omhoog. Maar dat was ook een range die neergaand was. En uiteindelijk waar de range, of in ieder geval de wick als eerste instantie geweest is, daar ben je uiteindelijk naartoe gaan bewegen. En vervolgens ben je er toen weer fors sterk uitgegaan. Dat zou dus een meest voor de hin. Dat zou dus een scenario zijn wat best voor de hand liggend is. In het geval van een ja, druk omlaag die uitbreekt omlaag. Haal ik dit heel eventjes allemaal weg. Stel je breekt dus omlaag en je wil daar iets mee. Wacht dan wel op een duidelijke conformatie. En ga niet op de support zelf met een marktorder of iets dergelijks proberen te shorten. Wacht dan op zo'n soort scenario. Even kijken. Dat was dan dat scenario. Dan ligt er natuurlijk ook nog wel wat tussenin. En wat op zich ook mogelijk is, is eigenlijk mensen die hier bijvoorbeeld hebben gelongd en nog ergens hier een stoploss misschien net eronder hebben staan. Of wellicht wel met veel leverage er weer zijn ingestapt ergens. En de liquidatieprijs ergens in dit gebied ligt, is een kortstondige krachtige wick hier naartoe, die dan redelijk snel omhoog vloeit en dan wil je wel in één keer doordrukken omhoog. Dat is dan een zogenoemde flush en dat kan ervoor zorgen dat er stoplossen gehit worden. Liquidatie, ja, een beetje een kettingreactie met weer een wick flink krachtig omlaag. En dat zorgt ervoor dat er dus orderruimte vrijkomt, ook voor wat grotere partijen. Die kunnen dat opkopen en dat kan dan de prijs omhoog sturen met ja, een beetje een gemene wick. Net iedereen die hier de range trade eruit en dan omhoog. Is iets wat we natuurlijk ook wel vaker zien. Neergaand zijn dat dus denk ik twee scenario's om goed in de gaten te houden. En ja, omhoog is natuurlijk, ja, breek je dit, dan kan je ergens misschien een terugtest verwachten. En dan richting de bovenzijde van de range. Gain je dat, dan ja, ga je door omhoog. Zo simpel werkt het in principe wel momenteel. Maar ja, kijkend hiernaar, is de prijs druk omlaag. Kijkend wat we net deden op de week naar de grote trend, is de trend nog steeds omhoog. Dat maakt het momenteel een beetje onzeker. Maar dat er eerdaags een grote move komt, ja, binnen misschien enkele uren tot enkele dagen, die kans acht ik wel redelijk aanwezig. Ik had het met Bitcoin natuurlijk net over de sell. Wel, dan wil ik nog even naar een heatmap kijken. En wat ik dus eigenlijk bedoel, is dat hier allemaal orders liggen die de prijs omlaag drukken. En ja, hier lukte dat al en je ziet dat hier weer. Dit kunnen fake orders zijn, want dat is omdat crypto natuurlijk ongereguleerd is toegestaan. Dus dat ze dus op het moment zelf weggetrokken worden. Of dat ze dus op het moment zelf weer weggehaald worden. En dat het alleen een soort dreiging is. Maar ze zouden er ook dat betreft wel gewoon echt kunnen liggen. En in dit geval wordt in ieder geval de prijs omlaag gedrukt. En dat bevestigt dat verhaal wat ik net zei van die sell wel. Dat is dan misschien, het is misschien als je dit voor het eerst ziet een beetje lastig te begrijpen. Maar heter de kleur is, hoe meer orders er liggen. En als hier echt zo'n blok ligt, is het een teken dat er veel orders liggen. En dat is aan de onderzijde hetzelfde verhaal. Dit zullen in het algemeen stoplosjes zijn. En in het scenario wat ik net schetste, dat we dus een soort flush maken, worden die er dus uitgedrukt. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Is dat het geval, like deze video dan eventjes. Heb je vragen, opmerkingen, laat dan een reactie achter in de comment section. Dan dank ik je voor het afkijken en zie ik je graag weer terug in de volgende video.